Goeiedag. Het is nog één dag prachtig weer met alleen maar zonneschijn en geen regen. Morgen nog wel veel zon, maar in de loop van de dag een enkele bui. Het begin van een wisselvallige periode en later deze week gaat de temperatuur omlaag. Maar voorlopig zitten we nog met een warme ooststroming vandaag. Prachtig weer. Vanmiddag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot lokaal 25 graden in Limburg. Tikkie minder warm dan gisteren, denk ik. Met de vlaggerige stevige oost en wind. In het Waddengebied windkracht 6. Naar het zuiden toe iets minder winderig. En vanavond gaat sowieso de wind in het zuiden midden van het land afnemen. Komende nacht koelt het af tot 12 graden. Het is overwegend helder met een enkele wolk. Morgen wat meer bewolking vanuit het zuiden in de loop van de dag en vooral in de namiddag en avond kunnen verspreiden in het land een paar fixe regen en onweersbuien vallen. Even iets om in de gaten te houden. Het kan een plensbui worden met in korte tijd veel regenwater. En morgenmiddag warmt het op tot een gemiddelde over het land van 24 graden. In het oosten 26 graden is mogelijk met matige zuidenwind. Donderdag overdag lijkt het een tijd droog te zijn met ruimte voor de zon. Middagtemperatuur landelijk gemiddeld nog 20 graden met een matige zuidenwind. Maar de dagen daarna gaan de temperaturen omlaag. Het koudste wordt het in het Koningsdagweekend, zo'n 14 of 15 graden. Met toenemende kans op een enkele bui vanaf vrijdag. Maar hoe het allemaal precies gaat, dat is momenteel nog ongewis. Maar dat hele mooie, zonnige, warme weer, dat zijn we wel kwijt. Bedankt voor het kijken en fijne dinsdag.